Voetbalgek tot in hun tenen daar in Hamme. Een aantal bedrijven hield de deuren vanmiddag gesloten om alle 4000 supporters hun hoogdag te gunnen. Eerste gevaar na 20 minuten. Frank Douwe met een slimme doorsteekbal naar Noordingsbari. En die treft loepzuiver raak. 0-1 voor Gent na een wat trage start van de match. Een goal van Noordingsbari. Hamme reageert via targetman Bruno Buijl. De steun komt van Verkouteren. Zoeken naar afwerker Chris de Glas, maar welkom bij Filip de Borger. En die laat Zoran Savic kansloos. Een goal die Hamme duidelijk vertrouwen geeft. 3 minuten na de openingsgoal staan de ploegen weer gelijk. Gelijk dat blijft het ook tot aan de rust. Barca gunt Schwarri nog een tweede goal, maar de voet van Van der Nabele brengt redding. Ook na de rust heeft Gent het knap lastig tot deze defensieve blunder. Mesure, bal kwijt aan Barca, Schwarri mee in steun en die straft het knoeiwerk genadeloos af. Een echt cadeau van de lokale defensie. Schwarri profiteert en zet Gent op een 1-2 voorsprong. Maar de veerkracht bij Hamme is groot. Vooruit geschreeuwd door de kokende bierside. Een hele mooie actie. Malfliet, Bouillon, De Borger en Chris de Glas met een verdiende gelijkmaker. 2 keer op achterstand en 2 keer terugkomen. Het geloof in een stunt van de thuisploeg groeit. Maar dan de cruciale 73ste minuut. Een bal van Dragutinovic naar Rudy. Aangetikt door Van der Nabele. Laro legt de bal op de stip. Zwaar protest bij Hamme. De herhaling laat de twijfel open. Noordingsbari met de aanloop. Derde goal voor hem en derde salto van de namiddag. De veer is gebroken bij Hamme dat in het slotkwartier nog eens pech heeft bij een afgeweken voorzet van Axel Smeets. De ongelukkige Karel Mesure duwt de bal in eigen doel. Een blunder, een aangevochten penalty en een own goal. Het zat de thuisploeg niet echt mee vandaag. In de slotfase wordt het zelfs nog 2-5 met de 4e goal van Noordingsbari. Barry, de man van de match, 5 kansen, 4 goals. Gent door naar de kwartfinales. Na meer dan behoorlijk weerwerk van de leider in derde A.